this. Yo, yo, yo. Hi, vandaag ben ik in Rotterdam bij de Vintage Rebel verkoop. En het is alleen maar vintage en het is allemaal per kilo. Dus je betaalt 15 euro per kilo. En het is ook aan jou natuurlijk wat jij in je tas stopt. Of het leren is dat natuurlijk een stuk zwaarder. Of juist allemaal dunne stoffen. Dus ik ga een kijkje nemen. En, ga je mee? Als je weet ben ik echt wel helemaal gek van vintage. Ik combineer het echt juist met kleding van nu. En daardoor krijg je juist de unieke stijl. Ik ga vandaag ook echt op zoek naar echte eyecatchers. Okay, it's come to this. Yo, yo, yo. Focus. Nou, deze twee gaan sowieso mee. Ik ga nog verder checken. Ik mocht lekker pre-shoppen en de deuren worden bijna geopend, het is super druk. Dus kijk wat er gaat gebeuren. Nou, ik ben hier dus bij de Vintage Rebel, samen met Heidi. En Heidi organiseert dit. En sinds wanneer doe je het eigenlijk? Sinds 2013. Oh, dat is al een hele tijd inderdaad. En merk je verschil qua opkomst? Ja, we zijn echt gegroeid door de jaren heen. Ja, okay, ja. Okay. Maar wij zijn zelf ook gegroeid met onze voorraad natuurlijk. Ja. Dus dan zie je dat er steeds meer mensen op afkomen. Ja. Nou, en ik heb de shows gezien van de komende zomer en afgelopen winter natuurlijk ook, was echt te gek. Dus heel veel vintage. En ik denk dat dat juist alleen maar te gek is, dat je inderdaad nieuwe dingen kan combineren met de oude dingen, waardoor je de unieke stijl krijgt. En wat ik helemaal gaaf. De shapes zijn zo gaaf dat eigenlijk heel veel maten dit kunnen dragen. Ja. Ja. Dus je hoeft niet inderdaad een maatje XS te zijn om te kunnen passen. Daarom kom ik ook iedere keer, weet je, daarom ben ik gewoon fan. Ja. En ik ga snel nog verder kijken. Ik heb een paar items, maar never enough. Intricate pattern connect. Dan word je verliefd op iets. Die jurk, maar niet ermee maat. Okay, it's come to this. Yo, yo, yo. Nou, nu in de druk te passen. Ik heb nu het vest aan met allemaal leopard print. I love it. Maar kijk hoe leuk het is. Ik ga snel verder dan. Okay, it's come to this. Yo, yo, yo. Nou, ik maak eigenlijk nooit gewoon, maar ik vond het nu wel heel tof. Dus ik ga hem wel op. Super cool vest. Ja, het is heel warm. Focus. Nou, ik zag hem. Ik heb hem dus gekocht inderdaad, de rode jasvest. God. Ik ben er super blij mee. Ik vind het echt super cool. Focus. Dit is keer best wel bescheiden geweest. Ik heb eigenlijk maar 4 items gekocht. En, nou, wel zwaar, want ik heb 2 zware vesten gekocht, dus vestjassen. En een blouseje en een gilet. Ik heb 40 euro betaald. Nou, dat valt best wel mee toch? Nou, dit is het andere vest wat ik gekocht heb. Kijk, cool. Zag je net al in het filmpje inderdaad. Echt zo'n lekker groot oversized vest. Dus weet je, zelfs als je maat 48 boven hebt, kan je dit gewoon dragen. En dat vind ik wel echt te gek. Die 80's vesten en gewoon lekker warm zijn ze. En, ja, dus je kan ze gewoon eigenlijk als een soort tussenjas dragen, dus een lekker dik vest met ineens een dikke trui erom. Voor nu is het perfect. En, ik heb al zo in zo'n soort vest, ook een zwart, maar niets met and I like it. Focus. Nou, ik denk dat dit wel het item is waar ik het meest blij mee ben. Het is
echt helemaal een Gucci printje van nu. Dus ik ben super blij dat ik die gescoord heb. Ik denk wel de parel tussen al deze items die ik vandaag gezien heb. Ik ga hem veel dragen. En ik ben niet meer van gewend van mij om veel printjes te dragen. Ik had het altijd wel. En ik denk dat die print revival bij mij ook wel weer terugkomt. Ja, en dit is het laatste item. Dat is een mouwloos vest, dus eigenlijk een gilet met leren stukken. Ja, ik vind de kleurcombinatie zo te gek. En nou, ik heb nu even snel voor dat blouseje gedaan, maar ik weet nog niet hoe ik hem zo kan combineren. Heel blij. Vier goede aankopen gedaan. En ook met dit soort dingen moet je kritisch blijven. Hè? Pas het wel echt bij jezelf, heb je niet zoiets al. Pas bij je stijl. Ga niet zomaar inderdaad even los en denk je van hey, te gek, goedkoop en weet je. Nee, ben kritisch, ook met vintage. Zorg dat het goed mixt en matcht met jouw eigen garderobe. Nou, ik ben wel goed geslaagd deze keer bij de Vintage Rebel. En deze keer was hij in Rotterdam, maar wellicht de volgende keer is het wel in een plaats dicht bij jou in de buurt. Hou die agenda ook in de gaten van hun, want elke maand staan ze wel weer ergens anders. Nou, ik zeg dank voor het kijken. Ik hoop dat je ervan opgestoken hebt en dat je ook de volgende keer durft gewoon vintage te gaan kopen. Ik ben weer heel blij. Ik ga nieuwe combinaties maken en see you next time.